Met de rest van het bier. Oh, sorry. Succes, hè? Succes. Doei. Hou leuk. We zijn nu bij de tweede dag van de avondvierdaagse in Boksel. We staan bij de Amalia School en bij de Walnoot. Je ziet hoe druk het is. 2533 deelnemers vandaag. En dat is een recordaantal. Nou mogen jullie gaan lopen. Heel veel plezier voor de 5 kilometer. Het zonnetje schijnt lekker, dus ik hoor jullie dadelijk heel hard zingen. Hoeveel keer loop jij nou mee? Ik heb zo'n tiende. Tiende keer? Ja. En elke keer met de Theresias? Ja, met de Theresias, met mijn kinderen. Ja. Leuk. En waarom vind je dat zo leuk? Ja, het is gewoon gezellig. Met elkaar een beetje praten onderweg. En gezellig en leuk weer. Goed weer en we willen er meer, hè? Ja, ze beginnen al jou te roepen hier, maar je loopt er ver achter. Nou, succes, hè? Zo, de avondvierdaagse, tweede dag. Vijf kilometer? Maar de eerste. De eerste dag. Maar heb je dan eerst tweede dag vandaag, hoor? Ja. Dus je loopt er niet helemaal? Nee, maar ik mag maar één keer mee. Oh. Ja. Dus, en voor welke school loop je mee? De Molenwijkschool. En waarom loop je mee? Dat is de kleindochter die gevraagd had. Oh. Je loopt hier met de Peterschool, zie ik. Ja. Loop jij vaker? De avondvierdaagse? Nee. Gewoon loop je ook vaker? Of is dit alle enige keer? Nee, ik loop wel vaker. Twee. Ik vind het heel leuk dat de avondvierdaagse is. Doei! En wat ik mis is het zingen. Dat was vroeger veel vaker. Ik ken geen liedjes, want ik heb nooit op de Angela School gezeten. Oh, dus je kunt alleen maar liedjes zingen als je op de Angela School zit. Ja, dat moet hier achter mij, die ken ik ook niet. Ik zie de Angela School hier en de Beemden. Vroeger werd er veel gezongen tijdens het lopen. Dat hoor ik dus niet meer. Hoe komt dat? Ik heb geen idee. Ik weet niet wat het liedje is van Angela School. Nee, maar ik praat over zingen tijdens het wandelen. Ja, er hoort toch een vast liedje bij? Ja. Nee, ik heb geen idee. Jij bent ouder of ben je onderwijzend? Ik ben oppas. Oppas? Ja. Dit is een loopzong. Ik heb net al een paar keer gevraagd bij mensen waarom dat er niet meer gezongen wordt. Hoe zit dat eigenlijk? Ik weet het ook niet. Heb je dat zelf nooit meegemaakt? Ja, ik deed vroeger altijd meezingen. Potje met vet. Een potje met vet? Dat deden we altijd zingen. Ja, kun je dat een klein stukje zingen? Nee, dat ga ik niet doen. Dat is hartstikke leuk. Wil je met mij meezingen? Ja, allemaal dan. Allemaal. Kom, neem jij het ook wel. Allemaal zingen. Potje met vet. Al op de tafel gezet. Dankjewel. Alsjeblieft. Kijk, hier hebben we de directeur van de Amalia School. Natuurlijk, die loopt elk jaar mee. Hoeveelste keer is dit nou? Dit is de 7e keer dat we meedoen. Wat leuk. En altijd met de 5 kilometer? Altijd met de 5 kilometer, met de hele school. We lopen altijd mee. En de 10 kilometer wordt dan maar verder bereken. Lieve weten, dat is te veel voor ons. En het weer zit wel mee, hè? Ja, we hebben dit jaar fantastisch weer. Vorig jaar toen we regende het pijp besteden. Maar dit jaar, dit is geweldig om zo te lopen. Fijne temperatuur. Lekker door. Doei. Hanne, kapie. Hanne, kapie.
Hoi. Ja. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo. Nou, een drinken. Een drinken. Koffie. Is dat wel goed als je zo'n afstand moet lopen? Zo'n afstand moet lopen helemaal? Ja, dan heb je wel een beetje koffie nodig. Ja, ja. Ja. Helpt dat? Ja, dat helpt. En kun je het volhouden? Hè? Kun je het een beetje volhouden? Mijn rijdster die rijdt. Ik hoef niks te doen, hè. Ik hoef uit te zitten. Nou, dan veel succes nog, hè, met het verdere stuk. Waar lopen jullie al mee? Ik ben voor de koffie al die tijd. Loop voor de achtste keer mee. Een beetje gek gezegd, hè? Ja. Maar het is wel leuk, hè? Leuk, hartstikke leuk. U bent denk ik ook van Molenweide, klopt dat? Ja, ja, helemaal, helemaal. Nou, veel plezier gehad. Ja. En nou ook? Ja, zeker. En nog en morgen ook weer een stuk lopen? Ja, ja, jawel. Goed zo. Ik wil graag vragen aan jou, hè? Ja, dat klopt. Dat hoor ik van jou, Maarten. Ja, dat klopt. En dan moet jij mij even vertellen wat jij graag kwijt wilt aan de kijkers. Nou, ik wil vooral kwijt aan de kijkers dat het heel leuk is en heel dankbaar werk is dat wij die mensen mogen duwen. Hè? En het is een kleine moeite voor ons. Even serieus, een kleine moeite. Alleen heel veel mensen komen bijna nooit buiten. En ze moeten toch wel vrijwilligers hebben. En nou goed, dan zeg ik op mijn beurt, doe gewoon een keer mee. En we lopen 4 dagen en voor ons is het een kleine moeite. En de mensen hebben veel plezier. Johan, mag ik eventjes iets vragen? Ik zal het kort houden, want je moet weer verder natuurlijk. Maar jullie zijn bij al die evenementen bij. Hoe is dat nou om dat te doen? Ja, dat is gewoon kei leuk om te doen. Ik hou natuurlijk van Boksel, dat ligt ook echt mijn hart. En als we bij dit soort evenementen aanwezig mogen zijn, dan denk ik echt van, ik wil gewoon blijven handelen van binnen. Dus, ga lekker door. Dankjewel, Maas. Gaan we doen. Bedankt. Ik weet niet hoe last en zo, want ik krijg de dingen uitgedeeld. Dat moet ongeveer weten, als komen hier jongen. Goed gedaan. Jullie hebben stevig te pas in. Ja. Jullie lopen heel. Wij ook. En jullie lopen toch wel de 10 kilometer, hè? Ja, wij kunnen niet slenteren, daarom die pas moet er bij ons in. Ik weet het niet. Ik ga goed aan 10 of 15 keer zijn, ik weet het niet. Ik heb het niet kunnen verstaan. Keer of 10, 15 misschien al? Zolang als hun eindelijk meelopen. Ja, 10 jaar. De kinderen dan, hè? Ja. Zijn ze met haar heel jonge leeftijd al begonnen? Ja, van school, hè? Ja, ik heb een kleindochter en die is ouder. Die heeft ook altijd meegelopen en die is 15 nou, dus van de jaar 4, 5 af als ze op school zitten lopen ze mee. Ja, dit is de vierdaagse. Je bent een trainer voor de avondvierdaagse. Voor de vierdaagse. Voor de vierdaagse. Voor de echte. Uit Nijmegen, de echte. En hoeveel keer heb je die al gelopen? 23 keer. En je gelooft het niet, zo je zit te kijken, zo is dat waar. Jawel, ik ben verbaasd eigenlijk omdat ik het zo knap vind. Ja. En ga je de 25 halen? Dat hoop ik. Maar ik vraag in een leeftijd. 74. Nou, dat is toch fantastisch dat je daar op die leeftijd kunt, ja. Hè? Ik hou je niet verder op, want je moet nou naar het einde toe snel. Dat is wel de bedoeling. Ja, okay. Succes, hè. Bedankt, hè. Dag. Dag. Jullie lopen de 10 kilometer? Wij lopen de 10, hè, ja. En jij ook? Ja, wij zijn samen. Wat bindt jullie allemaal? De school. Welke school zijn we? Allemaal van ja. En al een beetje moe? Nee, helemaal niet. Nee, want mee. 10 kilometer is toch heel ver? Nee, ja. En, niet. Maar ja, jullie moeten. Hoeveel dagen moeten jullie nog lopen? Twee. 2 dagen. En kun je dat denk je allemaal volhouden? Ja. Zeker.
Met de directeur van de Amalia School, Stefan van der Vries. Denk je dat je morgen nog mee kunt doen? Jazeker. Ook vanavond hebben we weer genoten. Het was een hele mooie tocht. Alles is perfect verlopen. Complimenten voor de organisatie van de Avondvierdaagse. Dit was dan de tweede dag van de Avondvierdaagse. En men is dik tevreden. Het weer zat mee. Dit is een fantastische dag als afsluiting. En morgen de derde dag.